Ben jij op zoek naar een comfortabele en veilige jas die je het hele jaar door kunt dragen? Zo ja, dan is deze video bedoeld voor jou. Want vandaag gaan we de nieuwe Alpine Star's T-Jaws waterproof jas in detail reviewen. Blijf kijken. Ik ben Vivian van Champion Helmets en welkom op ons kanaal. Hier heb ik de Alpinestars T-Jaws V3 waterdichte jas, die de opvolger is van, je raadt het al, de T-Jaws V2. Het is een jas die veel bescherming biedt dankzij de buitenlaag die slijtvast is, maar ook prima veiligheidsfuncties heeft. Hij biedt level 1 protectie op de ellebogen en schouders en de zakken op de rug bieden de mogelijkheid om een level 2 rugprotector toe te voegen. Met een uitneembare thermische voering en een mesh voering kun je deze sportjas gebruiken... In allerlei verschillende weersomstandigheden, omdat, zoals de naam al aangeeft, de jas volledig waterdicht is. De t V3 heeft een adviesprijs van 280 euro en zijn voornaamste concurrenten zijn de Dynace Racing 3 D-Dry, de Dynace Laguna Seca 3 D-Dry en de Revit Tornado 3. Voordat ik begin, vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van al onze video's, reviews en roadtests. Druk dan ook meteen even op die like button en laat in de reacties weten wat jij vindt van Alpine Stars t V3. De jas is gemaakt met een multifabric shell buitenschaal, waarin polytextielen en grote stretchpanelen zijn verwerkt om de ventilatie en bewegingsvrijheid te verbeteren. De jas heeft ook een vast waterdicht membraan zodat je het hele jaar door beschermt tegen invloeden van buitenaf, ongeacht de weersomstandigheden. De jas heeft een thermische voering die je gemakkelijk kunt verwijderen. Wanneer je het niet gebruikt, zoals je hier kunt zien. De voering is ademend, licht en gemakkelijk op te bergen. Tot slot heeft de jas ook een hoog opstaande kraag met een comfortabele binnenvoering, gemaakt van 3D-structuurstof. Als er één ding is dat Alpine Stars nieuwste toevoering aan zijn 2022 collectie doet opvallen, dan is het wel comfort. Naast de twee eerder genoemde voeringen, heeft de jas een elastisch materiaal op de binnenmouw, het schouderblad en het ergonomische borstpaneel, die je comfort, flexibiliteit en optimale pasvorm zullen bieden. Zoals bekend bij deze degelijke sportjassen, zijn de mouwen voorgebogen wat vermoeidheid tijdens het rijden zal verminderen. Op deze manier zit je in de juiste positie voor deze rijstijl, zodat je meer tijd op de weg kan doorbrengen. Wat de ventilatie betreft heeft het jack directe luchtinlaten met ritssluiting, die strategisch geplaatst zijn om lucht door alle lagen te laten stromen, om je koel cool te houden tijdens de warmste dagen. Anderzijds heeft het twee verstelmogelijkheden in de biceps en in de taille, zoals we hier zien. En een vulling van 5 mm die een onovertroffen comfort zal geven. Tot slot heeft de TJS V3 een waterdichte binnenzak en zijzakken waarin je je persoonlijke bezitting veilig kunt opbergen. Op het gebied van veiligheid wordt de jas geleverd met Alpinstars Level 1 bio -Armor protectoren op de schouders en ellebogen en is voorbereid voor de Alpinestars Level 2 Nuclein Rug rugprotector die je er apart bij kunt kopen. Tot slot heeft de jas reflecterend materiaal in de borst, biceps en ruggedeelte. Kortom, de t V3 waterdichte jas biedt bescherming en comfort voor een vrij fatsoenlijke prijs. Zoals we gezien hebben blinkt hij uit in comfort, hoewel hij ook alle veiligheidsvakjes netjes afvingt. Ben jij nou geïnteresseerd in Alpine Stars TJS V3? Ga dan naar championhelmets.com of klik op de link in de beschrijving hieronder. Bedankt voor het kijken. Ik ben Vivian van Champion Helmets. En hopelijk zien we elkaar de volgende keer.